Veel mensen met uitgezaaide borstkanker zijn bang voor pijn of hebben pijn. Hoe zij die pijnklachten ervaren is heel persoonlijk. Niet alleen hoe de pijn voelt, maar ook op welk moment in het ziekteproces deze optreedt. Daarom spreek ik vandaag met Kees Bessen. Hij is anesthesioloog op de afdeling pijn en palliatieve geneeskunde in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. In het interview ga ik het met hem hebben over het voorkomen en bestrijden van pijn bij uitgezaaide borstkanker. En over de nieuwste ontwikkelingen rondom pijnbestrijding. Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet meer beter worden, die een ziekte hebben waar ze uiteindelijk aan overlijden. En daar kijken wij dan dus niet om mensen beter te maken, maar om te kijken of de kwaliteit van leven verbetert. Dan kun je naar pijn kijken, je kunt kijken naar vermoeidheid, misselijkheid, braken en ook psychosociale stress. Angst om dood te gaan, angst voor het lijden dat komen gaat, problemen in de omgeving, hoe zij met het ziek zijn omgaan van de patiënt. Dus dat is wat we dan inventariseren en zo mogelijk behandelen. Vragen patiënten aandacht voor de pijn die optreedt bij uitgezaaide borstkanker? Patiënten vragen in het algemeen te weinig aandacht aan voor hun pijn. En dat komt omdat ze bezig zijn om beter te worden, om een behandeling te krijgen waardoor de kanker verdwijnt het liefst. En dan is de pijn iets wat op de achtergrond staat. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat heeft te maken met het feit dat als ze bij de oncoloog komen, het belangrijkste is de behandeling van de kanker zelf. Daar ligt de nadruk op. Bij de oncoloog en de patiënt zelf, die wil beter worden. Patiënten zijn bang dat ze de aandacht afleiden door over pijn te praten. Zijn bang om door pijn aan het ziek zijn herinnerd te worden en de gedachte van ik word misschien niet meer beter. Dat zijn allemaal drempels waardoor ze vaak te weinig aandacht voor pijn vragen. Dat geldt van de patiënt, maar dat geldt ook voor de oncoloog. Dus wanneer patiënten bij ons terechtkomen, dan worden ze verwezen vanuit de huisartsgeneeskunde of vanuit de oncologen of orgaanspecialisten, de urologie, de chirurgie. Patiënten die zij voor een deel nog wel behandelen, om te kijken of je bijvoorbeeld de tumor kleiner kan krijgen of kleiner kan houden. Maar waarbij wij het stuk doen van de ondersteuning, behandeling van pijn, behandeling van de factoren als misselijkheid, braken, vermoeidheid. Waar wij dan specifiek naar kijken en ook kijken naar de ondersteuning van het systeem. Want palliatieve zorg heeft niet alleen met de patiënt te maken, maar ook met het systeem waarin hij verkeert, met de mantelzorgers. Met de partner, de kinderen, dat speelt bij palliatieve zorg allemaal een rol. Je kijkt niet alleen maar naar de patiënt, maar naar zijn hele context. Wanneer je niet over pijn spreekt, dan heb je de kans dat de pijn erger wordt zonder behandeling. Wat vervelend is voor jou fysiek. En dat pijn een belangrijk deel van je leven gaat uitmaken. Dat ook in je relaties met je partner, met je kinderen, dat je daar minder goed functioneert dan wanneer je minder pijn zou hebben. In ons traject, waarbij we meestal te maken hebben met patiënten in de palliatieve zorg, wij maken ze niet meer beter. Dat zeggen wij ook expliciet. Hè. Je kan kijken of je de pijn kan verminderen, maar wij behandelen niet het ziekteproces. Dat is dan een gepasseerd station. Je kan echt iemand niet meer beter, maar je kan wel zorgen dat zijn kwaliteit van leven verbetert. En dat is in zo'n situatie wel heel belangrijk. Ja, hoe komt u er dan toch achter dat de patiënt aan het lijden is, als zij het zelf toch proberen te verdringen? Onze gedachte is dat bij een oncologische patiënt, bij elk polykliniekbezoek, bij elke behandeling naar een pijnscore gevraagd moet worden. Zodat je kunt kijken van hoe ernstig is de pijn, hè, een score van 0 tot 10. En dan zie je het beloop daarvan. En als je daar automatisch naar vraagt, dat is maar heel weinig werk, dat kan de verpleegkundige ook doen. Dan heb je een veel beter beeld van de situatie van de patiënt. Wij denken hoe eerder je pijn signaleert, hoe beter het is. En wij doen onderzoek in de Gelderse ziekenhuizen in het oosten van Gelderland met SMS'en, waarbij de patiënt één keer per week een sms krijgt en dan kan hij een kwartier later zijn pijnscore doorgeven. Dat is helemaal computer gestuurd. En wanneer de pijnscore 5 of hoger is, wordt hij gebeld door zijn behandelaar om te inventariseren hoe ernstig de pijn is en om de behandeling bij te sturen. En dat gaat dus veel sneller dan wanneer je moet wachten tot je na 6 weken weer op het spreekuur komt. En hoe geven patiënten hun pijn aan als ze bij u op de poli komen? Een patiënt die bij ons op het spreekuur komt, moet altijd de vragenlijst invullen. Op die vragenlijst staan een aantal modellen van een lichaam waarop ze kunnen aangeven op welke plek ze de meeste pijn hebben. Of er uitstraling is, waar
de pijn naartoe gaat of vandaan komt. Dus dat vragen wij ook regelmatig om zo'n figuur in te vullen. Patiënten krijgen deze tekening thuis en ze kunnen, we gaan zeggen, ik heb pijn in mijn rechterschouder, dan zet je hier een kruis of zo. En heb je pijn die uitstraalt, omdat er bijvoorbeeld zenuwbetrokkenheid is, dan kun je dat zo aangeven dat het uitstraalt. En dat kun je bij vervolgende bezoeken herhalen, zodat je kijkt of de pijn anders geworden is, of de localisatie anders geworden is. Kun je pijn ook uitstellen of het liefst zelfs voorkomen? Pijn kun je niet uitstellen, maar je moet wel proberen pijn te voorkomen. En dat kun je doen door tijdig medicatie te nemen. Je moet eigenlijk een zodanig medicatieschema hebben dat de pijn grote delen van de dag zo gering mogelijk of het liefst afwezig is. Dus je moet voorkomen dat je ernstig pijn krijgt, maar je kan pijn niet uitstellen. Zijn er eigenlijk misverstanden over pijn? Er zijn heel veel misverstanden over pijn, zeker bij patiënten met een kwaadaardige aandoening. Waarbij mensen bang zijn, meestal voor de medicatie, dat je, als je over morfineachtige stoffen praat, dan gaat het dan meestal over verslaafd raakt, dat je doodgaat. En dat wanneer je te vroeg mee begint, op het eind van het leven, er geen goede behandeling meer mogelijk is. Dat is allemaal niet zo. Je wordt er niet beter, maar ook niet zieker van, door die medicatie te gebruiken. Zijn er verschillende soorten pijn? Er zijn verschillende soorten pijn. Je hebt pijn van de uitzaaiing op zichzelf, bijvoorbeeld in botten of in de lever, waardoor je druk hebt op de orgaan of op het botvlies. Je hebt ook pijn die te maken heeft met zenuwbeschadiging. Wanneer een uitzaaiing een zenuwstuk maakt, is dat andere pijn. Dat is pijn die vaak brandend of schietend is als een elektrische stroom. Die vergt een heel andere behandeling dan de pijn van bijvoorbeeld botuitzaaiingen of uitzaaiingen in de lever, uitzaaiingen in de hersenen. Pijn van uitgezaaide borstkanker ontstaat op de plek waar de uitzaaiing zit. Dat kan in botten zijn. Uitzaaiing botten doen vaak heel veel pijn. Een pijn die lastig behandelbaar is. Dat kan ook organen zijn, in de lever zijn, levermetastase. Kan in de hersenen zijn, uitzaaiing in je hersenen hebt. Dat kan allemaal pijn doen. Dus het hangt van de plaats af waar de uitzaaiing zit, welke pijn er is en hoe je het moet behandelen. Per patiënt is het wisselend hoeveel pijn er is. Dat heeft te maken met hoe je lichaam in elkaar steekt, hoe je geest in elkaar steekt. Bij uitzaaide borstkanker komt het vrijwel niet voor dat het geen pijn doet. Nee, dat heeft met de aard van de ziekte te maken. Je leefstijl kan wel invloed hebben op hoe je met pijn omgaat. Hoe actiever je leefstijl, hoe minder pijn iemand in zijn algemeenheid heeft. Omdat je veel beter blijft bewegen en daardoor ook de mogelijkheid om actief te blijven groter blijft. Vragen die BVN van patiënten krijgt, richten zich vooral op hoe weet je dat je de beste zorg krijgt. Wat zou u daarvoor antwoord op geven? Of je de beste zorg krijgt, denk ik dat je met je behandelaar moet overleggen. Met de huisarts, die daar heel goed zicht op heeft. En met de oncoloog die je behandelt. En ook met de pijnbehandelaar die je behandelt. Ik denk dat het belangrijk is dat je aandacht vraagt voor de dingen die je ook bezighouden. En ja, wij houden ons vooral met pijn bezig en denken dat je pijn tijdig moet signaleren. Dus daar moet je aandacht voor vragen. En ook als er andere vragen zijn, moet je die vragen gewoon stellen. Wanneer je bang bent, denk ik dat je moet kijken met wie je het beste kunt praten, met welke dokter de laagste drempel is. Dat is in het algemeen de huisarts. Patiënten overleggen met de oncoloog over de oncologische behandeling. En die is vaak heel ingrijpend en dat geeft ook soms angst. Angst voor de behandeling waar je last van hebt. En de huisarts is vooral voor de begeleiding. En daar is denk ik de angst om te overleggen veel kleiner. Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen rondom pijnbestrijding? Wat ons betreft is de nieuwste ontwikkeling dat wij tijdig pijn willen signaleren. Door bijvoorbeeld het SMS-onderzoek wat wij doen, dat patiënten tijdig pijn kunnen aangeven, waardoor het eerder behandeld wordt. En verder zijn er recent wel nog een aantal nieuwe medicijnen die we geven bij ernstige kortdurende pijn, die wij toepassen. Maar er zijn niet heel structurele veranderingen in de pijnbehandeling de afgelopen tijd. Er wordt natuurlijk altijd heel onderzoek gedaan, maar onderzoek moet zich altijd eerst bewijzen voordat je dat in de patiëntenzorg toepast. Heb je na het zien van dit interview over pijn en het behandelen van pijn bij uitgezaaide borstkanker nog vragen? Kijk dan op de website van Borstkankervereniging Nederland. www.borstkanker.nl